Jojo mensen, klopt ik hier en vandaag zijn we terug met een nieuwe Minecraft aflevering in de Hermit Pack. Ja, we zijn jullie niet vergeten hoor, we spelen nog steeds Minecraft. Het is ongelooflijk, maar het is waar. Ik ben hier met Twente. Twente, alles goed jongen? Hallo, alles gaat goed hoor. Ja, nice. Wat zullen we eens even gaan maken vandaag, Twente? Zo. Ik heb geen flauw idee. Boom snikken weg. Ja, klopt. Ik hak bomen echt keihard. Ik ben echt een snelle boomhakker. Ik ben even wat boomjes aan het verzamelen. Maar nu is mijn ex op, dus ja, houd het op natuurlijk hè. Want ja. We zijn natuurlijk hier al de vorige keer geëindigd. Het is eventjes geleden dat we dit hebben gedaan. We moeten hier sowieso nog even een trappetje maken. En hier kunnen we machines gaan plaatsen. Dus we moeten even gaan kijken. We hebben volgens mij wat machines hier beneden staan, dacht ik. Ja, er staan een stuk 2 of zo. Ja, daar waren wel dingen mee bezig. Daar is Ryan was daarmee bezig. Dan moet je hier alweer van die dingen voorleggen. En dan... Vet cool. Maar ja, we kunnen altijd kijken of we nog een andere machine hebben die we kunnen maken. Of we gaan met het uiterlijk van het kasteel verder. Dus jij mag kiezen. Het is helemaal aan jou. Doe allemaal een duimpje omhoog. 1000 duimpjes gaan we het halen. Ja, misschien. Zeker wel. Oké, zeker wel. Nou, als jij het zegt. Zeg het maar. Ik zeg laten we verder gaan met het gebouw. Met de machines verder met Ryan als die eens keer... Ryan is onze techneut. Wacht even, ik denk dat we eerst moeten gaan slapen. Oh, ja. Deurtje dicht. Ik ga naast jou liggen. Lekker. Ja, ik ga helemaal opzij liggen. Oh, wacht. Even facepalm doen terwijl ik in bed lig. Oh. Waarom doet... Als je opstaat, stoot je echt je hoofd. Ik niet. Oh, ik wil echt stot op. Je hebt het gewoon langer dan ik, denk ik. Ja, dat zou het zijn. Oké, want hier wordt onze mine naar beneden. Die moeten we eigenlijk misschien ook nog weer veranderen. Ik kan hier een cel trapdoors plaatsen. Ja. Nou ja, we kunnen hem ook zeggen maar dat hij hier ergens naar beneden gaat. Gewoon naar de mine. Ja, dat kan ook, ja. Dat we hier al gewoon die mooie trap hebben lopen. Ik denk dat dat wel... Staat hier nou een skelet? Waar is hier een skelet? Ja, die staat hier. Kijk. Oh. Misschien moeten we ook nog eens even kijken naar armor. En ik doe nog steeds een facepalm op mijn ding. Nice. Steen moeten we bakken. Dat is één ding wat zeker is. En even kijken, die planks. Als ik daar nou eens eerst... ik zet gewoon eens een crafting table hier neer. Eens even kijken hoe dat eruit gaat zien. Laat ik die even kijken. Ik zet hem voor nu even hier neer. Lekker makkelijk. En dan maak ik een paar trappetjes zo. Hartstikke mooi. En als ik dan dit doe. En ik sleep deze daarheen. Dat kan niet. Jammer. Maar als ik deze daarheen sleep, hebben we dan traptreders? Nee, hebben we ook niet. Dus moet ik gewoon even met normaal hout traptreders maken. Dat is op zich geen heel groot probleem. Zo. En zo. Kijk eens even aan hoe netjes dit wordt. Hey, poe. En zo. Kijk eens even aan. Oh. Altijd die laatste gaat dan weer even fout. En natuurlijk is mijn ex op, weet je wel, mijn hetje. Dat is altijd handig. Even kijken, zo. En dan moesten we dit hout nog even met de shizzle-wizzle erop gooien. Even kijken, welk hout hadden we al? Deze? Ik denk deze. Ja. Ja. Yeah. Kijk. Zo, dan is dit allemaal netjes in ieder geval. Ja, alleen het is niet zo hoog. Ja, dan moeten we nog even een keer weghakken. Maar ja, dan heb je weer een axe nodig en al dat soort dingen. Moet even steen verbranden. Als jij steen kan verbranden ondertussen. Ja. Maar hebben we genoeg steen? Dat is ook een beetje de vraag. Ik zal even kijken of we nog iets in de chest hebben. Maar... Als we dit gewoon overal 2 hoog hebben, zitten we in ieder geval relatief veilig. En anders moeten we gewoon even een keer de mine ingaan. Kijken of we wat kunnen minen. We hebben nog ergens iron. Ja, we hebben hier 36 cobblestone, dat is het zo'n beetje. Ik denk dat we even moeten gaan minen. Ja. Op zich is dat geen probleem. Laten we dan meteen eventjes hier fixen dat de trap hier al beter doorloopt. Dus stel, we gaan hier nog iets verder uit, dat we deze ook 3 breed hebben. Ja. Yeah. Dan zeg maar gang hierheen lopen voor weet ik veel wat, zeg maar. En dan kunnen we hier de trap weer verder laten lopen naar beneden, naar de mine. Ja. Oh ja, ja. Ja. Dus alleen even te kijken hoe ver die dan doorloopt als we hier naar beneden gaan. Want als het goed is komen we nooit op die mooie plek uit waar we waren. Begrijp je wat ik bedoel? Mooie plek waar we waren? Ja, we moeten zeg maar op die plek uitkomen waar we al een trap hadden. Maar dat kunnen we zo denk ik niet krijgen hier. Dus misschien moeten we er even een bocht in maken of zo, weet je wel? Ja, dat je dan samenkomt bij die andere trap. Ja, dus ik ga nog gewoon iets naar beneden hier zo. Als jij dan gaat staan een beetje op mijn niveau, dan weet ik waar ik heen moet minen. Kijken. Ja. Kom maar aan. Stel, ik ga hier zo op deze hoogte zo, hè. Oh, had ik maar toortjes. Heb ik niet. Mooi. Dat ben ik blij om, dat ik geen toortjes heb. Ja. Jij bent een stuk verder.
Ja, klopt. Ik wil eerst, als jij nou eens op de trap gaat staan, dan weet ik in ieder geval waar ik ongeveer moet zijn. Oké, okay, ik loop nu op de trap. Ja, perfect. Stop. Oké, ik denk dat ik hierheen moet minen nu. En dan gaan we hier weer naar beneden. Zo. En dan kom ik bij jou wel uit, gok ik ergens. Hallo. Hallo, ik ben er bijna. Ja, het is pikken donker, jongens. Jullie zien even weinig. Maar zometeen denk je opeens... Oh, ja, tuurlijk, man. Hi. Hallo. Hi. Hallo. How you doing? How you doing, my friend? Yeah, I'm very great, my friend. Ja, yeah, welkom. Very nice to see you over here, my friend. Je had ook gewoon de trap kunnen nemen, hè? De trap? Hoe bedoel je? Ah, hier. Dit is een omweg. Ja, oké, okay, klopt. Maar ik wil eigenlijk zeg maar hier mooi op uitkomen. Oeh. Dus dan loopt hier bijvoorbeeld de muur nog zo door. Ik doe dat even met dirt, dan is het makkelijk om te zien. En dit dus... nog één breder maken of zo? Ja, deze wordt 3 breed of 2, weet ik het. Maakt niet echt uit. Dus dan loopt hier al gewoon mooi omheen. Zo. Oh ja, yeah. Ja. Dan hebben we gewoon dik, cool, vet, stoer, dik, vet, coole trap, weet je wel. Die loopt even met een S-bochtje. Ja, als we eenmaal toch van die automatische miners hebben, hebben we dit niet echt meer nodig. Ik weet alleen niet of het een quarry is. Is er een quarry? Nee, dan hadden we toen nog gekeken. Alleen zo'n ding dat heet wel een quarry, maar we weten niet wat het is. Nee, dus dan moeten we nog even uit gaan vogelen meer. Yes. Ai, 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 we hebben echt pech. Heb jij toortjes? Nee. Oh, we hebben ook echt helemaal niks, hè. Het is echt beroerd. We zijn echt nog vers hier zo in deze world. Oh, ik zie niks. Hallo? Ja, het is hier een beetje donker, sorry. Dat houden we van, een beetje donkerheid. Zo, oké. Okay, dus dan komen we hier al gewoon heen zo en dan... ploepen we hem daar zo heen. Het is echt fantastisch dit. Mooi. Nou, het gaat erom dat het werkt en het werkt, dus dat is goed. Zo, kijk eens even aan. Perfect, zo. En dan gaat dus deze trap hier gewoon naar beneden voor de toekomst. Moet alleen even nu snel mogelijk wat toortjes zien te fixen. Zodat we dit in ieder geval netjes hebben. Ik heb 4 toortjes. Nou, 16. Nou, dan kun je toch iets te ding mee oplichten hier, o. Au. We zijn echte oplichters, dus het moet goed komen. Even scheppen. Lekker scheppen, jongens. Lekker graven. Ik wil graven! Zo, dat grint hier weg. Kijk eens even aan. Nou, ziet er oh, mooi uit. Ik vind het prachtig. Dan kun je me over naar huis schrijven, hoor. Dat is echt fantastisch, dit. Onze world wordt echt mooi. Alleen dat koeienkasteel van ons wordt echt te groot voor woorden. Maar ja, zo verzamel ik wel nice. Lekker veel steen. En wat we nog nodig hebben is kool, eigenlijk. Ja. Ja, we kunnen hout verbranden, op zich. Als we even wat hout gaan hakken. Dan, als jij daar vast mee begint, hak ik dit nog even een klein beetje door. Ja, is goed. Zo. Dit zo naar beneden, zo. Kijk eens even aan. En dan doen we dit op 3 hoog, zo. En dan zijn we eigenlijk komen gewoon uit op deze trap hier, zo weer. Yes, perfect. Oké, okay, dit ziet er allemaal goed uit. We gaan lekker, we gaan hard. Oh ja, het is Minecraft, hè. Dus af en toe moet je ook even minen. Dat hoort er nou eenmaal bij. We hebben het zelf niet bedacht. Nee. Je wil het ook niet bedenken eigenlijk. Dat hoort gewoon bij. Nou, dat was mijn pickaxe ook weer. Was echt succes. Even kijken. Dan gaan we hier even vast wat trapjes op plaatsen. Dat dit in ieder geval netjes eruit ziet. Zo. Kijk eens even aan. Fantastisch. En hier nog een trappetje. Dan kunnen we in ieder geval gewoon makkelijk die mine inlopen. Dat vind ik altijd een belangrijk iets. En dan gaan we hier naar beneden, hebben we het nog koppelstoom. Maar dat zien we later wel. Dus het is niet mega belangrijk. Ik heb ondertussen wel wat iron gehakken, dus dat is fantastisch. Daarmee kunnen we iron tools maken. Oh, jij bent ook net iron aan het verbranden. Yes. Oh. Nou, dan gooi ik er even wat iron bij. Oh, ik heb echt maar 1 iron gehakken. Zo, we zijn binnen. We zijn binnen. Ja, al die seeds en troep altijd, joh. Ja, ik heb nog een beetje. Oh, bedankt. Dat had ik ook echt net nodig. Daar zat ik echt op te wachten. Oké, okay, dan hebben we deze spullen allemaal. Hier hebben we nog een oor. Die hebben we niet nodig. Heb ik wat dirt, stone. Stone moeten we verbranden. We moeten echt veel verbranden. We hebben nog wel kool hier zo, dus dat is goed. Laat ik even dit zo verbranden. Daar kool bij in douwen. Zo. Dat ziet er goed uit. Hier kan ik weer even 1 nieuwe... axe van maken. Ja, kom op. Oh ja, daar ben je. Oké, okay, onze meloenen zijn er ook zo te zien. Hier groeit een boom. Op zich is deze boom wel leuk, maar hij is al heel groot. Holy moly. Op zich ziet het er wel vet uit, zo die boom. Alleen jammer dat hij dan daar weer zweeft. Dan zou hij eigenlijk gewoon eroverheen moeten groeien, zo.
Over de hele farm. Ja, over de hele farm. En als je hem dan daar weer naar beneden maakt. Maar ja, vind ik weer zonde van mijn hout. Moet je al je hout daar weer voor gebruiken. Opslagroom. Ik denk dat we aan de andere kant opslag gaan doen. Dat kunnen we natuurlijk op den duur automatiseren, denk ik. Hebben we pipes? Even kijken. Pipe. Hebben we pipes? Transport. Ja, ik neem het aan van wel. Want ik zie hier wel basic logistical transporter. Oké. Okay. En daar hebben we nodig een basic control circuit. En daar hebben we een metallurgic infuser voor nodig. Oh, ja. En een metallurgic infuser hebben we weer een osmium blok voor nodig. En een osmium blok, hoe komen we aan een osmium blok? Dat is gewoon osmium. Osmium. Oh. Nou, ja. Zullen we eens even kijken of we een osmium kunnen... Is goed, is donkerblauw. Ja, kijken of we die hebben al, toevallig. Jij loopt daar, ja, daar loopt. Oh, zijn die 5 bomen in elkaar gegooid? Wat? Het is toch verschrikkelijk weg te hakken, of niet? Ja, nee, dat is, zo is leven af en toe, hè. Osmium. Lead. Ik heb geen osmium. Nee, ik ook niet. Diamantic crystal. Ah, dus we moeten eigenlijk even beneden in de mine gaan kijken of we daar wat kunnen vinden. Ja. Kijk, ik ren nu naar beneden. Auw, mijn enkel. Oké, even hap eten. Oh, wat ik eigenlijk ook wel benieuwd naar ben, is of we een fan hebben. Fan? Ja, een ventilator. Oh, zo'n fan. Factory block fan. Nee, dat is gewoon wat anders. Ah ja, hier fan. Oh, perfect. Daar hebben we gewoon een redstone voor nodig en wat steen. Nice, daar kunnen we een mob trap van maken. Die hadden we in de vorige ook, weet je nog? In de vorige craft. Ja. Had jij zo'n heel lelijk cobblestone. Ja, ja, dat klopt. Ja, dat was heel lelijk. Maar maakt niet uit. Het ging even. Hij werkte. Ja, daar ging het om. Oh, wat is dit allemaal voor donkere meuk hier, jongen? Waarom is het nu alweer donker, joh? Ja, we hebben nu al geslapen. Ik zie helemaal niks meer. Wat ben jij? Ik ben in een cave en ik heb diamonds gevonden. Ja, ik slaap al even. Thanks. Zit genoeg? 50%? Ja hoor. Ah, yes. Wakey, wakey, rise and shine. Oh, wakey, wakey, we are back again. Oké, nou, iron kunnen we altijd gebruiken natuurlijk. Bedankt voor de iron, jongens. Super, thank you. Dit is een cave en daar staat skeleton. Kijk, die gasten hebben met elkaar nu ruzie. Auw! Oké, ik ga even weg, Giro. Deze cave is ook niet echt heel erg fijn. Wat is dit? Uranium ore. Ja, misschien ook wel nodig in de toekomst. Ik hak het maar even weg gewoon. Dat is water wat daar zit. Dat is ook niet echt fantastisch. Wat een vage blokken allemaal in deze ding, jongen. Het is echt een aparte modpack. Je weet echt niet wat je moet doen. Het is echt helemaal nieuw. Heel veel dingen ken je niet, hè. Kijk, we zijn natuurlijk perfecte ruimte-engineers. Maar om het, als het gaat om andere dingen, dan... Tin, hoor. Nou, tin hebben we wel nodig, maar... Ik heb sowieso nog eventjes toortjes nodig, dus... Oké, kijk, deze oors pak ik ook maar gewoon. Galena oor. Ik weet niet eens waarvoor we het straks nodig hebben, maar ik neem het maar even mee. Dan hebben we het tenminste al. Oké, dat is water. Ik ren eventjes naar boven. Het is een moeilijke optie vandaag, jongens. Het is echt even inkomen weer. En dan kan je niet verder. Wacht eens even. Osmium oor. Hey! Mooi. Het zit gewoon hier. Vinden. Het zit hier bij de trap. Heb ik het wel gehakken? Oh nee, ik pak het niet op. Wacht even. Zo. Zo. Iron ore, altijd handig en welkom. Even kijken, deze blok hebben we niet nodig. Zo, oh, thanks. Wat heb ik niet nodig en wat heb ik wel nodig? Deze boog heb ik niet nodig. Zo, nou, thanks. Heb ik toch een paar toortjes. Beneden is het een beetje donker, maar... Zo, ik zit te kijken. Laat ik ook maar meteen een nieuwe opslagplek maken. Waar we alles dan netjes verdelen al, weet je. Oh, ja, soort. Dat is al deze kisten waar je 500 klikken en zo. Ja. Nou, jammer, dat werkt niet. Dus we kunnen niet mooie chests maken. Maar we kunnen wel zeggen dat we deze... Nee.
Waar ben je? Ben je boven? Ik ben boven op het moment. Oh, wow. Zo. Dit dumpen we even. En dan hebben we even een paar kistjes. Even kijken, wat is mooi. Als we het in deze hoek beginnen, kunnen we gewoon zeggen van, we doen de... Is er nou een halve boom in het gebouw? Ja. Nice. Zo, dit is dan de verdeling. En daar kunnen we toch allemaal diamond chests van maken, weet je wel? Ja. Dus dat is wel handig. Laten we gewoon zeggen dat we het hout even in deze kist doen, in de hoek. Steen in deze chest, hier zo. Zo, dus dit is alle steentroepjes. Dirt en... Gravel hero in voor nu. Steen doen we ook even limestone in dan, want... toch wat mijn marble ook. En in deze komt dan nog weer alle ores. Zo. Heb je een chest upgrade? Wacht heel even. Oh, chest. Ja, dat heb je gewoon. Dus die kunnen we gewoon maken door middel van iron hack en alles. Oké, want dan kunnen we hier al gewoon alle spullen in opslaan. Ik heb hier al gewoon wat ores. En dan doen wij... Dit is de middelste kist. We hebben er daar 3 en daar 3. Dus dat is wel nice. Dan pak ik eventjes wat steen. En dan doen we eventjes zo. Dit is de middelste. Wat? Wat doe je? Plaats gewoon even het over zo. Oh, oké. Okay. Ja, dat is makkelijk toch? Dan hebben we dat hier al gewoon. Want hier hebben we de oors ook in het midden. Oh, ja. Yeah. Dan weten we ook gewoon, ah, daar liggen de oors in. En dan kunnen we daarnaast of zo misschien wel de spullen weer eruit halen. Later automatiseren we dat wel, maar ja, voor tijdelijk voor nu kunnen we het wel even mooi zo opslaan. En we kunnen hier achter buizen weer plaatsen. Ah ja, is een mooie ruimte. En ja, want hier komt dan toch een dubbele muur in. Aan de buitenkant. Daar bouwen we dan weer omheen. Oh ja. Ja, wordt heel cool. Ja. Okay, dus we moeten even het kool van beneden naar boven brengen, zodat we beneden hier al het iron en zo kunnen hier doen. Alles kunnen doen, ja. Niet steeds dat we beneden hoeven rennen. Nee, dan zijn we daar in ieder geval klaar. Oké, dus dan hebben we daar kool nodig. Even kijken, dan hebben we nog aardig wat hout. Ik kan ondertussen wel even kijken of we wat charcoal kunnen maken. Kan nooit kwaad. Daar loopt een of andere lijpe, dikke, vette... knallende pijl en boogman. Verschrikkelijke mensen zijn dat natuurlijk. Daar wil je geen ruzie mee. Kijk, en dan kan ik die gewoon hier zo instoppen. Yay! En dan hebben we iets verbranding. Oké, top. Hebben we dat af. Alrighty dan. Hebben we daar dirt, hier steen. Misschien kunnen we beter dit steen wisselen. En dan hier de dirt heen doen en grind. En dan hier alle cobblestone. En steen. Dat is makkelijker. En eigenlijk komen hier tussen komen ook nog chests hoor. Als we die iron chest hebben, kunnen we die er gewoon tussen doen. Ja, yeah. Ik ga er meteen niet aan elkaar. Oh, nou een kat? Kat. Zit hier onder of zo? Ja! Hey! We moeten een hengel maken. Kunnen we een visje plaatsen? Stil mouwen, jongen. Jij bent snoesje de poesje. Snoesje, poesje. Het is niet te geloven dit. Poesje, snoesje. Oké, nou ja. Dat geeft ook niet. Daar hebben we er 5 van. Daar hebben we er nu zoveel van. Doen we even snel die weer daarbij. Ja, wat moeten we doen? Bomen hakken, denk ik. Ik denk dat we even een soort tree farm achter iets moeten maken. Dat we gewoon makkelijk kunnen bomen hakken in één rits. Zonder dat ze zo grote olifantenbomen worden. Ja, nog allemaal saplings. Ja, misschien moeten we dat even hierachter bouwen. Wait a minute. Even kijken. Ik pak gewoon even dit hout zo mee. En dan kunnen we hier achter een stuk land maken. Ja, die kat zit nu de hele door de uitzending heen te mouwen hier. Oh, dat is niet te geloven. Nou, dat kan ik ook met de vuist doen zo. Miauw. Miauw. Oké, jij hebt nog saplings. Okay. We moeten hier al eigenlijk een trappetje naar beneden zien te maken. Heb jij een hatchet bij je? Ja. Zou je deze boom weg kunnen halen? Kijk. Ah, kijk, top. Maken we even een tijdelijke trap naar beneden zo. Wow. Niet de mooiste trap ter wereld, maar hey, het werkt. Holy moly, ik ga hier ook een eind naar beneden, joh. Je verwacht dat er door die boom kan lopen.
Oké, wacht even. Zo. En dan kunnen we hier ook bijvoorbeeld een hele rits bomen planten straks. Even kijken. Dan moet ik nog even... Hoeveel gaan we omhoog? Deze boom moet nog weg. Kun je deze boom weghakken? Voor mij? Jij bent nu boomhakneefje. Welke? Deze hiervoor. Die staat in de weg. Oké. Okay. Yeah. Oké, okay, top. Okay, fantastisch. En dan gaan we gewoon vanaf... Even kijken. Dan zijn we hier al 2 hoog. 3, 4, 5, 6, 7. Laten we 8 hoog doen. Zo. Wat? Oh, voordat die bomen niet te hoog. Ja, dan worden de bomen niet te hoog. En dan kunnen we gewoon hieronder al die bomen eten planten, weet je wel. Ach, yes. En dan hebben we gewoon mooie hoogtes bomen. En dan kunnen we ze precies weghakken. Daar zijn we vet blij mee. Oké, perfect. Toortje hier, 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 hier en hier. Nou, kijk eens aan. Ik moet alleen even hier nog af en toe wat toortjes plaatsen. Zodat die bomen ook mooi licht hebben een beetje, weet je wel. En dat wij niet even neer worden geknald. Zal wel vast gebeuren straks. Oh, kijk hier, mooi plantage. Prachtig hoor. Plaats de saplings hier maar onder. Die bruin alleen. In een hele rits? Ja, in een hele rits. Ja, we moeten even eromheen ook alles nog weghakken. Maar ik heb geen access, die moet ik eventjes fixen zometeen. Zo, halen we dit even hier zo weg. Hoppatee, kijk eens even aan. Nou, dan laten we daar gewoon die bomen groeien. En dan hebben we in ieder geval geen gedoe met bomen die te lang worden en zo. Ja, dat je allemaal die stukjes moet terugvinden. Ja, dat is echt verschrikkelijk hak ook hoor. Zo. Dan weet ik zeker dat daar niks meer fout gaat. En we kunnen hier dan makkelijk omhoog lopen. Misschien moeten we hier dan wel even een deur in plaatsen in de toekomst. Ja, die trap wel mooier maken. Nee, niks, een andere kleur. Hey. Nee, dit is super mooie trap, man. Nee, daar maak ik gewoon een mooie stenen achteruitgang voor. Want we zullen aan alle kanten wel dingen gaan bouwen. Je weet hoe dat gaat altijd. Nice. Op een uur ben je dan echt heel druk en denk van wow, wow, cool allemaal. Dit er zit nu veel meer hout in de chest, hè? Ja, heb je hout gehakken? Ah, nice. Ik ga even deze weghalen zometeen. Oh, en het wordt alweer nacht. Het is een nacht die je normaal alleen in Minecraft ziet. Even kijken, dan plaatsen we hier wel even de crafting table zo voor. Dan hebben we daar gewoon alles. Dit is gewoon een goede crafting station. Hier kunnen we wel ons dingetje doen. En dan moeten we misschien hiero die tables neerzetten die jij had, zeg maar. Dat je automatisch craft, dat het opslaat. Oh, dat ja. Dan kunnen we die daar nog wel opslaan misschien. Dat is misschien wel handig. Kan wel een paar maken. Oké, dan ga ik ondertussen nog wat steen had ik beneden laten verbranden, dacht ik. Kunnen we hier ook nog wel wat doen. Dan kan ik hier al eventjes de boel afmaken. Even kijken. Ja, lalalalalalalala. Zal ik even slapen ondertussen? Ja. Oké, dan kan ik weer even een keer misschien mijn hoofd stoten. Misschien niet. Gaan we nu meemaken. Wordt leuk. Ah, geen hoofdstoot. Nice. Lekker man. Okay, nou, 3 van die. Dan kan ik dit ook wel meenemen allemaal. Deze kool, deze steen. Die diamond neem ik vast even mee. Gold neem ik mee. Tin hebben we vaak nodig. Gold hebben we nog wel eens nodig. En wat hebben we nog meer? Redstone hebben we sowieso nog wel eens nodig. Deze. Nou, verder moeten ze maar even kijken wat we nog nodig hebben. Dat zien we dan wel. Even een ommetje maken, naar boven lopen. Als het goed is, kan ik nu van deze allerlei leuke dingen craften. Even kijken. Kan ik hier die mooie blokken van craften? Welke hadden wij? Wij hadden de kleine steentjes. Is dat nou van cobblestone gecraft of niet? Dan moet je gewoon naartoe lopen en dan... Ik zit te zoeken. We hebben het al zo lang niet gedaan dat we gewoon... we hebben stone bricks. Ja, oh. Klopt. Maar ik wou... Nee, het zijn geen stone bricks. Het zijn mijn speciale chisel dissel. Ja, stone bricks, maar dan in een chisel. Ja, maar ik wil ook af en toe mooier, weet je wel. Dat een klein beetje afwisselen. Ja, ja. Om het wat moeilijker te maken. Fantastisch dit. Zo... Hoppatee, kijk eens even aan. Fantastisch, hè?
kakboom. Ga weg. Ik word echt helemaal flauw van al die bomen hier al, jongen. Is ook een megaboom. En ze hebben overal megabomen laten groeien. Oh shit, creeper onder me. Creeper? Ja. Ik heb ik al een jaren niet meer gezien. Nee, daarom. Ik ga hier even weg. Ik plaats hier ook even heel mooi die steentjes zo. Kijk, hier hebben we een heel mooi hoekje met even een paar mooie stenen. En als ik dan deze weer in de shizzle doe, kan ik dan ook nog weer eentje craften met scheuren erin. Oh. Auw. Pijn. Zo. Af en toe even eentje met scheuren erin, dat is leuk. Ja, we hebben net een nieuw gebouw, zit dan meteen scheuren in. Ja. You know how that goes. Er zit iemand de hele tijd te fluiten op de achtergrond bij mij, een kindje. Nice. Oh, hier hadden we een fout gemaakt, zo te zien. Deze moet eentje naar binnen. Dus dat kan ik beter nu alvast oplossen. Dan hoeven we dat niet meer te doen. Zo. Ja, ik denk dat dit een fout is als ik het zo zie. Ja. Even kijken. Wisselen we een beetje af, zo. Jij gaat ook precies overal tussen staan. Dat is echt prettig. Dat ben ik. Ik help graag. Ja, dat weet ik. Even kijken. Zo, bam. Mooi. Hebben we dat ook weer gefixt. Dus dat ook weer af. Is het mooier zo? Ja, dat is perfect. En dan hadden we nog gewoon weer, als ik deze shizzle whizzle. Nou, gewoon een stone bricks. En dan hadden we deze. Nee, dit zijn de mooie. We hadden ook nog eentje die dan net niet helemaal mooi was. Is dat niet van cobblestone? Ik weet het niet. Ik denk het wel, ja. Nu je het zegt, ik gok dat het cobblestone is. 1, 2, 3, 4, 5. Zo, laten we deze man deze hoogte maken dan tot nu toe. Fantastisch. Dat zijn een beetje de hoekpilaren. Dat zijn belangrijke dingen. De poort is denk ik ook wel leuk om die als eerst een beetje klein beetje af te hebben. Dus 1. Ja, ik denk dat we een beetje een langwerpig hoog poort in maken. Dat is wel vaak wel gaaf. Een megapoort. Het wordt een megapoort. Megapoort. Oh, nice. Megapoort. Show yourself. Wat? Ik weet niet, show yourself zo. Ah, oké. Ik weet niet, is dit mooi of niet? Nee, ik denk dat we daar andere blokken moeten plaatsen hier tussen. Ik weet het niet, ik ben aardappel aan het plukken. Je hebt een lekker aardappeltje aan het plukken, lekker hoor. Heb jij nog een normale stone? Een normale stone? Gebakken stone. I don't know. Heb jij die? Kan ik wel. Nee, die heb ik trouwens niet meer. Ah, dit is misschien wel leuk. En misschien dan even deze hoeken. Ah, kak. Ik kom hier ook echt precies niet op, hè. Nou, nu kom ik er wel bij. Je bent nog zo'n klein mannetje. Ja, ik ben zo'n klein mannetje, hè. Ik kan helemaal nergens bij. Zo. En dan hebben we deze hier. Is dit een beetje cool of is dit echt gewoon keide kak? Ja, je ziet er nog niks omheen, hè? Nee, klopt. Dus dan weet je nog niet echt. Misschien laat ik hem ook wel iets uitpuilen, zeg maar, de poort. Ja, je kan hier ook wel van die stairs in doen. Oh, oké, okay, wegwezen, ARB. Oh. Okay, ik ga hem killen. I got this, oké? Okay? Hij is serieus sterk, joh. Ik sla er ook een zwaard is niet heel sterk. Oh, kijk. Nice. Ik had moeten springen, I know. Oké, nou, dat is in ieder geval de poort. Ziet er ook cool uit, zo. Je kunt gewoon naar binnen lopen en doen alsof je helemaal erbij hoort. Dat is nog zo'n mooi voorgangetje. Ja, je kunt dan echt zo aankomen lopen van, hey jongens, what up, ik hoor erbij. Ja, ja. En zo. Je hebt hier wel dit en daar niet. Waar? Dit. Daar niet. Nee, daar moeten we misschien nog even maken. Ik zit nog het is ook een beetje vogelen van wat is mooi, hè? Ja, oké. Okay. Ik heb hier nu een stukje niet gebroken steen, zodat dit weer wat mooier is. En dan moeten we dan ook weer afwisselen. Bedankt dat je deed het aardappeltje gooit en worteltjes. Voelt zo lekker, weet je wel. Ja, ik wil graag dat je goed eten. Ja, nee, dat is belangrijk ook. Goed eten, daar word je groot sterk van. Oké, nou, dit... Kan zo wel, toch? Zo, jij hebt ook even een ding gemaakt hier. Dat gaat nergens over.
Ik moest een paar neerzetten. Dus. Ja, dat zet er ook meteen helemaal bomvol natuurlijk, hè. Nee, dat is goed. Dat vind ik prima, joh. Oh, die wortel eet ik op. Jam, 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 jam. Oké, okay, nice. Dan hebben we dat allemaal gefixt. Ik zie wel dat dit ding helemaal uit het midden is. Met die boomfarm. Het zit totaal niet in het midden. Wat bedoel je? Bij die boom. Wat is er mee? Dat gat zit niet in het midden. Dat is totaal niet, zeg maar... Oh, je hebt gewoon het midden van dit gat gekozen. Ja. Even kijken. Ik wil nog één soort Nice. dingetje pakken nu. En dat is die pilaar. Maar waarom zie ik die pilaar niet meer? Wat is dit nou? Ben ik nou echt zo schil? Wel met een goede blok. Ja. Oké, ik probeer even wat anders. Ik doe even gek. Is misschien ook wel leuk. Gewoon even een keer zoiets. Oh, mooi hoor. Ja, dit kan ook wel, dat steen. Dat is misschien ook wel leuk om af en toe tussendoor te doen. Je hebt zoveel soorten steen, jongen. Je wordt helemaal gek eigenlijk als je erop gaat letten. Zo, dat is al iets verhoogd. Die moet nog iets hoger worden daar. En dan hebben we daar in ieder geval geen last meer van dat er beesten in kunnen. Dan is eigenlijk alles aardig veilig. Maar ja, voor nu hebben we dit dus af. Dit is in ieder geval de storage room die we nu gemaakt hebben, jongens. Ziet er leuk uit. Een mooi begin. De volgende keer hebben we sowieso Ryan even nodig. Dan kunnen we hier de machines aangesluiten. Dan gaan we even focussen op puur snelle hakken. Als je tips hebt, laat het weten in de comments. Doe het duimpje natuurlijk uit omhoog. Check ook even Captain Twente zijn kanaal. En dan zie ik jullie allemaal bij de volgende video. Een hele fijne dag en tot de volgende keer. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo.